We zitten hier in het station van Aalten. Ik ben Mariella Miralia en ik ben de initiatiefnemer om van het station in Aalten, wat al heel lang leeg staat, nieuw leven in te blazen. En dat heb ik gedaan door een project te ontwikkelen waar veel verbinding, ontwikkeling en ontmoeting gaat worden ontstaan. En dat willen we graag hier in het station doen. Wat we gedaan hebben is in eerste instantie het station een beetje laten stralen. En dat hebben we gedaan door verschillende partijen uit te nodigen om mee te laten doen met dit project. En de hele buitenkant van het station is mooi opgelapt, mooi geschilderd door een schildersvakopleiding. Er zijn mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt of een switch moeten hebben van werk, hebben we hier een opleiding kunnen aanbieden middels de schildersvakopleiding. Die het station als werkervaringsplek hebben gebruikt. En van daaruit weer met een diploma op zak door kunnen de arbeidsmarkt op. In samengang met een andere partij, een bedrijf voor herstel en renovatie, schilderwerken en onderhoud, is een partij geweest om die mensen een nieuwe baan te kunnen aanbieden. Naar aanleiding van het leertraject wat ze hier al hebben gedaan. Nu is het hele pand weer heel mooi in orde. Het is prachtig opgeknapt. En het is een gemeentelijk monument. Dus we hebben natuurlijk ook wel een beetje aan bepaalde maatstaven te houden. En regeltjes. Maar het heeft ons niet belemmerd. Aan de binnenkant hebben we een daadwerkelijke metamorfose ondergaan. We hebben geen één wand, denk ik, wit, maar we hebben de hele inrichting gericht op een 19e eeuws interieur gecombineerd met de hedendaagse trends. Het pand komt uit 1884, dat is 19e eeuw en ik vond het leuk om dat terug te brengen. Met mijn eigen designachtergrond kon ik hier helemaal mijn hart ophalen, dus dat hebben we in alle vormen geprobeerd. Het station in Aalten is omgetoverd tot een stationshuis en stationshuis Fatta. Fatta betekent gedaan en gemaakt, is een Italiaans woord en dat we dat met elkaar ook doen. En voor elkaar. Wat je hier kan komen halen is gewoon lekkere Italiaanse koffie met een stuk taart, gebak of koek of een broodje om te komen lunchen of 's morgens lekkere koffie. Maar ook als je bijvoorbeeld een flexwerkplek nodig hebt of je bent zelfstandig ondernemer, dan zou je hier gewoon kunnen komen zitten. Alle ruimtes zijn zeer huiselijk ingericht, dus het voelt prettig, het zijn prettige plekken. Maar ook als bedrijf, als je denkt ik wil dus een keer met een afdeling of vergaderingen op een andere bijzondere plek doen, dan kan dat hier ook, zeker ook nog met een lunch erbij. Dus dat kan allemaal hier bewerkstelligd worden. Heb je bijvoorbeeld een idee om een workshop te geven? Wil je een bijeenkomst organiseren? Wil je een lezing gaan houden? Wil je bepaalde vrienden uitnodigen met een high tea? Dat kan allemaal. We hebben 8 verschillende flexruimtes. Ook een keuken die we kunnen verhuren. Dus je kan voor wat dan ook, waarin ontmoeting teweeg wordt gebracht, kun je onze ruimtes afhuren. Om het stationshuis op te kunnen zetten, hebben we jongeren betrokken uit de Aalten en de omgeving. En die jongeren hebben we gewoon gevraagd, als het stationshuis weer in Aalten tot leven mag komen, wat vinden jullie dan wat hierin mag komen? De jongeren hebben allerlei voorbeelden en ideeën naar ons toe bericht en laten zien en gepresenteerd. En daar zijn we mee aan de gang gegaan. De jongeren die hebben zelf ook een team. Dat heet het S-team, het stationsteam. Dat zijn vrijwillige jongeren die na hun schooltijd 1 keer in de week bij ons komen, of zo nodig wat vaker. Die dan bijdragen, zelfstandig en vrijwillig bijdragen om mee te doen. De plek die wij kunnen bieden, de warme plek die wij kunnen bieden voor jongeren, is een resultaat van wat de jongeren aangaven als behoefte voor zichzelf.
Wat we hier kunnen bieden daarin is dat er een chillruimte op zolder is. Er is een workshopruimte, er is een shisha-ruimte, gezellige ruimte om samen te komen. Er is een keuken, een openbare keuken waar gekookt kan worden en dat gaat ook gebeuren. Er zijn kookworkshops ingepland. Je kunt hier gewoon je huiswerk maken. Je kunt een ijskoffie kopen, gewoon een lekker kopje thee of wat drinken, maakt niet uit. Maar in ieder geval een hele warme plek waar je gewoon met elkaar samen kunt zijn. Wij hebben de instelling om met deze warme plek niet alleen voor jongeren een plek te geven, maar ook voor ouderen en iedereen die zich hier zichzelf en lekker kan voelen. Dus het gaat vooral om bij ons ook dat met iedereen met elkaar in contact komt, verbinding kan krijgen. Als die dat willen. Maar ook gewoon voor ontmoeting te bewerkstelligen. Want daar gaat het natuurlijk om. Veel plezier maken, dat kunnen we ook hier. We zitten nu in een van de flexruimtes die te huur zijn binnen het stationshuis. En vanaf deze plek vertel ik iets over het aankomende weekend. Dan zijn de Open Monumentendagen. Open Monumentendagen zijn alle gemeentelijke monumenten en de rijksmonumenten worden dan landelijk opengesteld. Zo ook hier in Aalten. En het station is een gemeentelijk monument. We zijn open van zaterdag en zondag van 12 tot 4. Zaterdagochtend zijn wij aanwezig bij de prijsuitreiking in de Koppelkerk in Bredevoort. Want we zijn genomineerd voor de Erfgoedprijs 2019. En daarom hebben we flink uitgepakt. Niet alleen om de opening de dag ervoor. Maar ook gewoon vanwege de Open Monumentendagen. En daarvoor is er heel veel muziek aanwezig. Er worden verschillende muzikanten gaan een stukje muziek laten horen. Er is een expositie van foto's en uit het archief van de NS. En alles wat hier geleefd heeft in het gebouw met geschiedenis erachter. Dat gaan we allemaal aantonen in een expositie. En er is popcorn te krijgen en suikerspin. Er is een miniatuurspoorbaantje is er opgezet. Die is te bezichtigen. We hebben allemaal van allerlei activiteiten bedacht om weer goed leven in het station te brengen. En daarbij nodig ik jullie van harte uit om daarin bij te dragen. En natuurlijk is er een kop koffie en er zijn heerlijke koekjes gebakken. Door de jongeren.